Goedemorgen. Mooi. Het trapveldje Zuidwending in Nederlands Doets is vandaag. En volgens mij zijn jullie al fanatiek bezig. Ja, we zijn al een paar dagen flink aan de gang geweest en het loopt boven verwachting. Dus jullie zijn nog net op tijd om nog iets van de werkzaamheden mee te krijgen, want ik denk dat we een uur dat we klaar zijn. Oké, en hoe lang bestaat dit trapveldje al? Nou, het trapveldje bestaat hier al jaren. Ik ben hier zelf in 2012 komen wonen. Mijn woning staat hier tegenover. Maar het ligt er en het wordt eigenlijk niet zo heel veel gebruikt. Wat we eigenlijk misten was hier een buitenactiviteit voor ook de wat oudere dorpsbewoners. Want die hebben we hier natuurlijk wel wat meer dan echt jonge jeugd. En toen waren we dus op het idee gekomen om een jeu de boelbaan aan te gaan leggen. Dus we hebben vorig jaar een burgerinitiatief aanvraag ingediend bij de gemeente. Dat werd gehonoreerd. En we mochten zo het terrein daarvoor gebruiken. Nou, je ziet het ligt hier in de marge van het doelveld, van het voetbalveldje. Dus voetballers hebben er geen last van. Er was plek genoeg. En toen moest ik nog wel even op zoek naar wat sponsors. Want de totale begroting was toch een kleine €4.000 aan materiaalkosten. En voldoende liefhebbers om ook even mee te helpen. Nou, je ziet het resultaat. Dus we hadden verleden week nog eventjes toch wel een beetje angst dat het allemaal niet zou kunnen doorgaan. Want we waren nog aan het schaatsen op de Tonkel en het vorst staat dik in de grond. Dus de kruimmachinist is woensdag nog even komen kijken en met prikstok. Nou, het was net genoeg ontdooid dat hij kon gaan graven. Dus donderdag hebben we het zwarte zand uitgegraven. Dat is een 40 centimeter diep het terrein afgegraven. De meeste zwarte zand is allemaal weggebracht. Eind van de middag kwam hier een hele grote vijfasser met 23 kuub drainagezand. Dat hebben we er daarna allemaal ingewerkt. Nou, toen hebben we dus gisteren zijn we daarmee verder gegaan. Bleek dat we nog 7 kuub tekort kwamen. Nou, Van der Velde die had even geen transport beschikbaar, maar een van de dorpsgenoten die had dan wel een trekker met een kiepkar. Dus die is even op en neer gereden naar Alteveer. En voordat we het wisten lag het er allemaal in. Nou ja, het ging allemaal zo snel en we hadden zoveel hulp. Ook nog iemand met een verrijker die hier de hele dag, die had ik 's morgens gebeld en die kwam wel een uurtje. Nou is hij de hele dag lekker aan buiten spelen geweest. Dus, en mede dankzij al die hulp zijn we dus al zover als het nu is. Dus, nou, ik ben bang dat ik niks meer hoef te vragen. Je hebt alles al verteld. En tegen die tijd hopen we ook dat er nog een zitje klaar is. Want er komt tussen die twee banen in. Er komt nog een zitje met een paar bankjes en een tafeltje er zo erbij. Er komt nog een paal bij met een afvalbakje, scoreborden, spelregelborden en dergelijke. Dus dat moet voor eind van de maand allemaal klaar zijn. En dan gaan we zaterdag voor paasensmiddags gaan we er hier een feestje van bouwen. We staan op de Zuidwending, bij de ingang van de Stormvogels. Ook hier is een Nederlands Doets en we gaan eens even kijken waar de mensen zich mee bezighouden. Nederland Doets vandaag bij jullie dus. Ja, klopt. Ja. En wat zijn jullie allemaal aan het doen? Nou, we zijn de baan nog even aan het takken vrij maken eigenlijk. Dus takken een beetje snoeien, dat het straks weer tijdens de training weer goed begaanbaar is. En over een week of 2-3. Ja. En dit is de laatste jaar dat jullie gebruik van gaan maken, want ik hoorde iets groot nieuws. Jullie hebben een nieuwe baan erbij in Veenam. Ja, nou ja, die zijn ze nog aan het maken in ieder geval, bij het stadion Lange Leegte. Dus dan krijgen we een compleet nieuwe wielerbaan. En die is ook langer of korter? Hij is ongeveer net zo lang als deze baan, ongeveer, ook net, net ongeveer een kilometer. En dan gaat dit allemaal weg en dan gaan jullie lekker... Wij gaan lekker naar het stadion toe. Oké. Ja, klopt. Dus en vandaag de hele dag bezig? Of? Vandaag de hele dag bezig. Kijken hoe ver we kunnen. Dus we zijn nog op dat gedeelte helemaal klaar. Dus gaan we zo naar achteren toe en dan gaan we daar verder snoeien. En de clubhuis die moet ook nog aangepakt worden, of valt dat mee? Nee, dat valt gelukkig mee. Oké. Nou, we gaan even kijken hoe hard ze hier aan het werk zijn. Ja, helemaal goed. Ja, Nederland Doets. Ook wordt een computer erbij. En we zijn nu bij de cultuurwerkplaats BC47. En we gaan eens even kijken. Nou, we horen nog niks, maar wie weet. Dag jongelui. Goeiedag. We gaan dan kleuren of is het rustig? Nou, we hebben de deur schoon. We hebben last van een coördinator die in het ziekenhuis opgenomen is. Okay. We hebben nog volgende week verschoven. Oké, nou, dan gaan we weer weg. We denken eens een keer aan Borgen Kompie. Ja, wat gezellig. Ja, denken we van hier een kick moet goed. Dus, nee, het is jammer. Ja. Dus, want, ja, met Nederland Doets, normaal, dan denken we van hier een kick. We hadden, die bij ons altijd actief is, vorige week in het ziekenhuis opgenomen en dat ging daar een keer weer gehouden en weer verkeerd. We hadden zoiets van, nee, de deur is goed. Gistermiddag op het ziekenbezoek geweest, toen zijn we eigenlijk achter bezig. We hebben met hem de deur schoon.
Ja, de naam klapt niet helemaal waar die boven staat, maar het geeft wel duidelijk aan waar we nou zijn. Wij gaan even binnenkrijgen, want de judoclub Veendam die doet ook mee met Nederland Doets. En ze zijn bezig met een nieuwe ruimte. We gaan dus even kijken hoe hard de mensen daar bezig zijn. Nou, het is rustig. Oh, volgens mij zitten wij verkeerd, Gerard. Laten we eens even verder kijken wat de judoclub is. Nee, Gerard, hier moeten we niet zijn. Dit is voetbal en geen judo. Geen judoclub te vinden, Gerard. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik denk dat we maar even naar de auto lopen en we gaan bellen waar ze zitten. We staan in de Barkstraat bij het buurthuis Het Schepenskwartier. Ook hier zijn ze druk bezig met NL Does en wij horen al diverse gereedschapmachines, elektrische gereedschap. Dus we gaan even binnen kijken wat ze aan het doen zijn. We zijn in het buurthuis. Scheepskwartier. Oké, en jullie zijn ook bezig met Nederland Does. Ja. En wat bestaan de werkzaamheden uit? We gaan hier de boel opknappen, hierboven. Want dat is liggen gebleven met de grote verbouwing. We hebben hier een aantal jaren geleden een grote verbouwing gehad. Het zaaltje is groter geworden, is een stuk bijgekomen. De gehandicapte wc's zijn gerealiseerd. Maar boven is liggen gebleven. En als er dan beneden wat te doen is, dan kunnen we dat niet. Kunnen we bovenaf vergaderen. Vandaar dat we hier nou zijn om de boel op te knappen. Ja. Hoe wordt het buurthuis hier bezocht? Want voor mij is deze omgeving een beetje onbekend. Dus er is nog één datvereniging in, of twee. DOGD en Dubbelhoed. Ja. En de shoeclub zit er nog in. En we hebben zelf ook nog activiteiten. Kaart en de shoelen. We hebben vanavond voor de laatste keer. We gaan in oktober weer verder. En we hebben elke maand bingo. En we hebben kinderbingo. Dus dat is gratis voor de kinderen. En dus genoeg te doen. En dat gebeurt allemaal met vrijwilligers. Ja, allemaal met vrijwilligers. Heren, en lukt het een beetje? Ja, tuurlijk. Ja, en, zeker. En hoe lang duurt het nog dat deze grote klus klaar is? Een paar zaterdagen wel. Altijd meer werk in zitten dan wat je denkt. Dat is goed. Zo, ja. We gaan snel weg, dan kunnen jullie weer hard aan het werk. Hey, top. Okay. Boris Wals. En we hebben dan Boris Wals. Scouting van je naam. En zij doen ook mee met Nederland Does. We gaan eens even kijken, want ze gaan een muur bouwen. Want staat natuurlijk dat ze geschut kunnen zitten bij de kampvuur. Maar ondertussen zie ik ook een aantal dames druk bezig om de ramen lappen. En daar gaan we eens even lekker naar kijken. Hallo. 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 Wil je bij mij thuis de ramen ook even lappen? Nou, liever niet. Nee? Nee. En waarom doe je dat? Heeft dat te maken met Nederland Does? Ja, klopt. Ja, en de hele ochtend al bezig of net begonnen? Nee, de hele ochtend al bezig. De hele ochtend al? Ja, vanaf 10 uur. Nou, we gaan eens even kijken hoe goed je dat kan doen. We zitten bij de scouting van Veendam, Nederland Doedag. En ja, jullie hebben die ook opgegeven. En wat zijn jullie vandaag allemaal aan het doen? Ja, we geven ons ideaal op voor NL Doet. Daar doen we al een aantal jaren aan mee. Dat we met onze vrijwilligers van de vereniging verschillende klussen rondom het gebouw en op ons scouting-eiland voor elkaar maken. En dit jaar hebben we een klein begin gemaakt met het verven van onze kampvuurkuil. We zijn op dit moment zover dat we alles aan het opruimen zijn. En onder andere zijn we ook bezig aan het gebouw, want die was nodig toe aan een voorjaarsschoonmaken. Dus aan de buitenkant maken we alles weer fris. Ontdoen we het van de spinnenwebben, kijken we de luiken na, wassen we de ramen. Aan de binnenkant maken we het een en ander schoon, bijvoorbeeld de keuken. En allerlei dingen worden nagekeken, de leidingen van de ketel. En zo vermaken de vrijwilligers zich een hele dag. Dus je bent nog dagen bezig volgens mij, kun je hele weglijst doen? Het is een hele lijst en niet alles komt af. Maar we doen wel heel erg ons best om op de dag van NL Doet altijd een grote slag te slaan. Met hoeveel mensen ben je nou bezig op dit moment, denk je? Op dit moment ongeveer met een man of 10. Oké. Op de site van Nederland Doet staat een overzicht van activiteiten die vandaag allemaal gebeuren. En als je daar gaat filteren of Veendam, dan kom je uit bij de centrale. Want zij gaan vandaag een nieuwe ruimte inrichten. En we gaan eens even een kijkje nemen.
de voordeur van de centraal en de deur is op slot. Raar, het is net 1 uur geweest en ze zal activiteit hebben tot 2 uur. Nou, ik weet het niet, we gaan maar weer verder. Ga je mee, Geras? Mooi hier, hè? Nee, dat is niet zo snel. Oh, kijk eens. Ze hebben echt niet fietsen hier, joh. Nou gaan we hem kijken. Naast me staat Peter. En straks vertellen we even waar we zijn. En de hek is belangrijk, volgens ja, mij. We hebben hier een speeltuin en er zijn natuurlijk allemaal kinderen. En nou, hiernaast hebben we allemaal water. En we willen natuurlijk niet dat die kinderen zomaar het water in kunnen lopen. Dus vandaar we dit hek hebben gemaakt, zodat de kinderen niet zomaar in 1 keer het water in kunnen lopen. En dit is voor de eerste keer dat hier een hek staat, al ja, jaren? Ja, het spul staat hier al 10 jaar en deze boompjes zijn er neergezet. Maar ja, dat is niet voldoende om de kinderen tegen te houden. Dus vandaar wij dit hek hier neergezet hebben. En dat wordt gedaan met het geld van Nederland Doet of is het zelf een eigen investering? Dat is een investering van de buurtvereniging. En de gemeente draagt ook wat bij nog. Oké, prima. Nou, belangrijk hek, dat is duidelijk. Hallo! Wat is jouw naam? Silke. En hoe oud ben jij? Ah, nee, 9. Ben je zeker het 9? Ja, okay. ik ben pas net 9 geworden, maar ik vergeet de hele tijd dat ik 9 ben. Oké. Okay. En wat vind je van jullie speeltuin, wat ze allemaal gedaan hebben vandaag? Goed. Je was goed? Ja. Ja? Of ik heb zelf ook geholpen. Je hebt zelf ook geholpen? Ja. Of wil je er nog wat iets bij hebben graag in de speeltuin? Nou, er moet eigenlijk nog iets komen, want er staat nog helemaal niks. Oh. Er moet nog, want er zou een schommel komen. En een duikelrek en een soort van ja, een circuitje. Maar ik heb begrepen van de ouders daar, dat komt ook binnenkort. Ja. Dus we gaan even met de dames praten. Ja? Ja. Okay. We staan bij Hilda en Hilda, vertel eens, waar zijn wij? Wij zitten nu in Woelust bij onze speeltuin. En vandaag hebben we een actie georganiseerd om onze speeltuin klaar te maken voor de nieuwe speeltuin die we gaan maken. En we krijgen daarbij begeleiding en hulp van de gemeente. We hebben een financiële tegemoetkoming gekregen. En we zijn zelf heel druk bezig met fondsen aanvragen. En dus nu hebben we de kans om hier de speeltuin mooi te gaan maken. Dit was toch ook een stukje van Nederland Doet erbij, of niet? Ja, we doen dit vandaag omdat het vandaag een NL Doet actie is. Dus we hebben onze buurt gevraagd of ze vandaag willen meehelpen. En nou ja, je ziet, er is een hele grote groep mensen gekomen en daar zijn we hartstikke blij mee. Ja, en wat hebben jullie vandaag allemaal voor elkaar gekregen? Wat wij vandaag gedaan hebben, is dat we hebben wat hagen verplaatst. Zodat we nu een goede afscheiding hebben, dat de kinderen niet meer zomaar de weg op gaan. We hebben een hek geplaatst richting het water wat hier achter ligt. Om toch een veilige speelplaats te maken. We hebben het bosje wat een stuk weggehaald. Zodat we daar straks een soort van avonturenpad kunnen maken. En we hebben onze heuvel opgedeeld in 2. Zodat er straks nog een mooie boom op kan komen te liggen waar de kinderen mooi kunnen spelen. Dus veel. Je hebt veel gedaan. Veel gedaan. Ook qua veiligheid voor de kennen. Ja, vooral dat. Maar de kennen vertelde mij, de speeltuin is nog leeg. Maar daar kun je volgens mij ook iets over vertellen. Zeker. Dat binnen nu en 2 maanden hopen we dat we hier een nieuwe speeltuin kunnen neerzetten. We maken gebruik van het materiaal wat er nu al ligt. En we gaan het aanvullen met een aantal nieuwe dingen. En dan hopen we dat we in mei een nieuwe speeltuin hier in Woelust kunnen openen. En dat is met de buurt doe je dat, met fondsen? Met de buurt, met fondsen, met de hulp van de gemeente. En al deze partijen heb je gewoon nodig om zoiets moois te kunnen realiseren. Ik kan maar 1 ding zeggen, goed bezig deze week. Nou, dankjewel Willem. Okay.